kijken dan. Je ziet echt precies nog de longen, de darmen, eten en gegeten worden in de natuur. 5 maanden geleden besluit Beppie van der Sluis een carrière-switch te maken. Ze verlaat RTV Noord en wordt boswachter publiek in het gebied Duurswold en Oldambt. Dat was eigenlijk iets wat ik al wel jaren wilde. En ik begon natuurlijk bij Noord en toen kwam ik steeds meer verder in aanraking met natuurorganisaties. Ging met boswachters op pad. Dankjewel! Zo, hartstikke goed van jou. Ik heb een boswachtersdiploma. Bedankt, Flip. Ja, graag gedaan. Ik vond het heel leuk. En toen dacht ik steeds meer van ja, dit is echt wat ik echt heel graag wil. En het is echt mijn droombaan. Ik heb mijn droombaan gevonden. Beppie heeft geen opleiding met een natuurachtergrond. Ze is daarom nog volop aan het leren. Ik heb collega's die eigenlijk alles weten, dus daar kan ik alles aan vragen. Ik ga volgend jaar, of dit jaar is dat al, starten met een natuurgidsenopleiding. En ik probeer allerlei workshops te doen en gewoon me heel erg in te lezen in allerlei onderwerpen. Dus gewoon eigenlijk de allerbeste boswachter te worden van Groningen natuurlijk. Maar ik heb nog een lange weg te gaan. Maar aan enthousiasme ontbreekt het in elk geval niet. Sinds ik gewoon boswachter ben, dan kijk je toch echt anders naar de natuur. Dan zie je in één keer in het gras allemaal verschillende soorten planten die je normaal niet op waren gevallen. Of je ziet ineens allemaal verschillende soorten eenden, waarvan ik dacht dat er misschien een keer 3 waren. Maar er zijn er veel meer, ook hier in dit gebied. Als boswachter publiek is het voor Beppie niet alleen rondstruinen in het bos. Ik ben verantwoordelijk voor educatie, communicatie en recreatie. En dat houdt bijvoorbeeld in naar scholen gaan, maar ook rondleidingen geven. Even gluren. Ja hoor, die mevrouw heeft keurig haar hond aan de lijn. De nieuwe outfit bevalt Beppie ook goed. Heerlijk. Ja, ik hoef nooit meer na te denken wat ik aandoe. Als je thuis komt, doe ik dan mijn trainingsbroek aan. Ik heb eigenlijk geen gewone kleren meer nodig. En het zit heerlijk en ik voel me daardoor ook echt wel meer boswacht. Wil jij alle hoogtepunten van RTV Noord ook op YouTube zien? Abonneer je dan op ons kanaal en kijk verder naar alle andere video's. Hoi!